Zachary Segelaar wordt de eerste Surinaamse arbiter ooit op een WK-eindtoernooi. De SVB-referee is door de Wereldvoetbalbond FIFA geselecteerd voor het wereldkampioenschap later dit jaar in Qatar. Hij zal op het eindtoernooi fungeren als assistent-arbiter. Segelaar schrijft hiermee dus geschiedenis. Reden genoeg voor de communicatiedienst Suriname om een gesprek te hebben met de leidsman. KFUD, voelt je lekker? Iets dat nog nooit is gebeurd. Maar al was het ook al gebeurd, zou ik me even gelukkig voelen. Is dat toch? Je kan het niet omschrijven. Ik kwam woorden tekort toen ik dat bericht kreeg. Is dat toch? Je werd emotioneel, ik werd emotioneel. Maar uiteindelijk denk je hard weer, peace off. Mijn telefoon was roodgloeiend gisteren. Zelfs op mijn jaardag word ik niet zoveel gefeliciteerd. Maar is te begrijpen omdat het iets uniek is. Gebeurt voor het eerst in Suriname. Dat een Suriname uiteindelijk daar kan staan op het wereldkampioenschap voetbal. Oké, met dit allemaal was ik begonnen in 2019. Ik was geselecteerd voor de Gold Cup. En Gold Cup, daar komen de beste referees van de regio. En toen heb ik me kunnen werpen in de schijnwerpers. En ja, ik werd geselecteerd voor een jeugd-WK U17 in Brazilië en had ik het ook goed gedaan. En toen ja, heeft men gezegd, oké, je komt op de shortlist. Het kan zijn dat je naar Qatar gaat. We zullen je blijven volgen deze 3 jaren. Dus het waren 3 cruciale jaren voor mij. Vanuit speelde ik voetbal. Ik heb ook gespeeld bij de jeugd van Transvaal. En ja, ik kreeg een dagje rode kaart. Het was een lidbandenwedstrijd. En toen kreeg ik, ja, ik kende bepaalde spelregels en de fourth official zei, hij keek naar me toe en zei, hey jongeman, je kent de regels. Ik zou je adviseren om je aan te sluiten, om mee te doen. En zo ben ik een cursus gaan volgen, referee cursus 2013. En hetzelfde jaar 2013 kon ik afreizen naar Cayman Island. En 2014 werd ik FIFA referee, ja. Ja, nou, de eisen zijn tot nu toe zeer zwaar. Ja, ik heb vaker contact met mijn fitnessinstructeur. Er is eentje hier van de FIFA en ook eentje die in het buitenland vertoeft. Hij is dan verantwoordelijk voor de jongens vanuit het Caribisch gebied. En hij heeft dagelijks contact met me en soms als ik niet train. Ja, ik had COVID in april en hij zag op mijn horloge mijn programma. Hey, je hebt 7 dagen niet getraind. Wat is gebeurd? Maar ik was vergeten om te zeggen COVID. Hij zegt, nou maak je grappen. Dus je wordt gewoon gevolgd. Je hebt bijna geen kans om te spieken in Abbasan, dat die begrijp je. Soms train je 2 keer per dag, maar ja, soms kan je ook zo'n solliciteitje boy. Als maar jij wil, en jouw mekkie, roodje en jouw mekkie. Wat ga je doen? Ga je het eten of ga je het niet eten? Is dat toch? Dus zijn offers, je moet offers brengen. Het hangt ervan af. In de week heb ik sowieso 3 tot 4 zware trainingen. Soms train ik 5 tot 6 keer per week. Het hangt ervan af. Als ik een wedstrijd heb, dan train ik wel minder. Dus het kan zijn, ja, het is gevarieerd. Krachttraining, je hebt looptrainingen. Van alles en nog wat. Maar algemeen was ik op OGIU. Ik wil gewoon zeggen, hey, geloof in jezelf. Probeer jezelf zo ver mogelijk te ontwikkelen. Blijf op school, begrijp je. Zo is de meetax coronalasting. Maar dat is niet waar. Want als ik niet naar school was geweest, had ik mezelf niet kunnen ontwikkelen. Zou ik ook niet kunnen praten met mensen van het buitenland. En het is zeer belangrijk om tenminste een basis te hebben. Mijn taki heeft een masterdiploma. Maar ja, tenminste wat middelbaar, begrijp je. En probeer ver af te blijven van de criminaliteit. Want als aan dat naar zomaar je laat zitten.